Ik ben een leugenaar. En wellicht ben jij dat ook. Het boek Wij Leugenaars wint er geen doekjes om. Er zit namelijk een leugenaar in elk van ons. De auteur van dit boek, Emily Jenkins, publiceert haar boeken onder de naam E. Lockhart. De kritieken op dit boek zijn lovend. En daar kan ik het oprecht mee eens zijn. Wij Leugenaars vertelt het verhaal van de 17-jarige Cadence. Ooit een knap meisje, nu een schim van zichzelf. Leugens, familiegeheimen en geld. Niets is wat het lijkt in het leven van Cadence Sinclair. Cadence woont in New York, maar gedurende de zomermaanden brengt ze haar tijd door met haar ouders, grootouders, neven en nichten op Beechwood, het privé-eiland van haar grootouders. De Sinclairs geloven in status, macht, rijkdom en het ophouden van de schone schijn. Waar de Sinclairs echter niet in geloven, is het uiten van gevoelens en het tonen van emoties. Als de ouders van Cadence op haar 15e verjaardag verwikkeld raken in een vechtscheiding, wordt haar leven drastisch overhoop gegooid. Die zomervakantie. De zomervakantie waarin ze 15 jaar oud is, brengt ze naar goede gewoonte door op Beechwood. Dit keer zonder haar vader. De vakantie start zoals alle anderen. Maar als Cadence wakker wordt in het nabijgelegen ziekenhuis met kloppende hoofdpijn en geheugenverlies, is haar oude leventje voorgoed voorbij. Gedurende 2 lange jaren leidt ze aan chronische migraine en selectief geheugenverlies. Pas 2 jaar later keert ze terug naar het privé-eiland, met maar 1 doel voor ogen. Ze wil en zal te weten komen wat er die bewuste dag is gebeurd. Haar neven en nichten spelen een sleutelrol in haar speurtocht naar de waarheid. De artsen van Cadence zijn echter eenduidig. Het is aan Cadence zelf om een manier te vinden om de waarheid te achterhalen. Niemand mag haar botweg vertellen wat er gebeurde. Haar fragile gezondheidstoestand laat het niet toe. Eenmaal je dit boek hebt gelezen, zal je een creatieve manier moeten vinden om erover te spreken. Over hoe goed het wel is. Zonder net te veel te vertellen. Want dat is het hem nu juist. Het echte geheim achter dit hele verhaal moet je helemaal zelf ontdekken. Net zoals Cadence dat ook moest doen. Als lezer blijf je verbluft achter en je vraagt je af wanneer in het boek je dit schokkende einde had moeten zien aankomen. Lees dit boek. En als iemand je ooit vraagt hoe het eindigt, lieg dan.